Willen jullie met me meegaan naar Efeze 4? We zijn aangekomen bij Efeze 4 vanaf vers 25. Maar ik lees vanaf vers 17. Machiel heeft dat gedeelte vorige week behandeld. Maar het is zo één geheel dat ik het ook in één geheel wil lezen. Maar ik zal spreken vooral over hoofdstuk 25 tot en met 32. Dus Efeze 4 vanaf vers 17. Dit zeg ik dan, en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om in alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste, we zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Vader, we danken u voor het woord dat uit uw mond komt. Heer, we weten dat uw woord genoeg is voor ons. We weten dat uw woord nuttig is om ons te onderwijzen, ons op te bouwen, om te weerleggen, om terecht te wijzen. Heer, en ook om ons te voeden. Daarom vragen we u, Heer, om datgene door uw woord te laten doen wat u ervan belooft. Heer, dat u met de geest bewerkstelligt dat het ons dat alles mag geven, dat het ons mag voeden, dat het ons mag geven wat we nodig hebben vandaag. Het ons mag veranderen naar het beeld van u, omdat we uw stem horen en uw gezicht zien. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik vertelde al, het is een behoorlijke eenheid, deze tekst vanaf vers 17 tot en met 32, vandaar dat ik hem in zijn geheel heb gelezen. Heel kort samenvattend wat Machiel vorige keer heeft gesproken. Hoofdstuk 4 begint in vers 1 met een wandel. We hebben drie hoofdstukken gehad met vooral waarheden, leer, dingen die theologie zijn, die in hoofdstuk 4 over moeten gaan op een wandel. Dingen die we doen. Maar in plaats van dan in hoofdstuk 4 direct te beginnen met een wandel, spreekt Paulus hier eerst over de eenheid binnen het lichaam. En niet alleen over de eenheid binnen het lichaam, maar ook over de diversiteit binnen het lichaam. Want hoewel er één geest in het lichaam werkzaam is, geeft hij sommigen als apostelen, sommigen als profeten enzovoort. In vers 17 pikt hij dan opnieuw dat woord op. Ik zeg dan en getuige van in de Heere dat u niet meer wandelt, zoals de andere heidenen. En Machiel maakte het punt heel duidelijk, we wandelen anders dan andere heidenen. En wat onderscheidt ons dan van de andere heidenen?
En eigenlijk zegt vers 1 van hoofdstuk 1 dat allemaal al. Want daarin schrijft hij aan wie hij deze brief schrijft. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen en de gelovigen. En wat zijn heiligen en wat zijn gelovigen? Dat schrijft hij erachteraan. Die in Christus Jezus zijn. Deze mensen zijn niet alleen maar heiligen die in Christus Jezus zijn. Dit zijn heiligen die in Christus Jezus zijn en in Efeze zijn. Oftewel, ze zijn in Christus, maar ook in Efeze. Net zoals wij in Christus zijn, maar ook gewoon in deze wereld, in Here gewaard. En we hebben ons te gedragen naar een manier die waardig is aan onze roeping. En hoe ziet dat eruit? Nou, in ieder geval heel anders dan die van de andere heidenen. Dat is het punt wat Machiel heel duidelijk maakte. Compleet anders. Ons huwelijken geheel anders. Ons leven geheel anders. Zwart-wit. Hij gebruikte een vergelijking die ik zeker ook in mijn preken ga gebruiken. Een beetje poep op een taartje maakt het hele taartje vies. Die ga ik ook gebruiken. Compleet anders. En de hele Efezebrief schetst dat verschil ook, dat het echt zwart en wit is. Want hij heeft het over een oude mens en hij heeft het over een nieuwe mens. Hij heeft het over u was dood in uw overtredingen en hij heeft u met Christus levend gemaakt. Er is een enorm verschil. Een radicaal verschil. U was duisternis, maar nu woont u in het licht. Er is een enorm verschil tussen deze heidenen die in Christus zijn en die andere heidenen die ook in Efeze zijn, maar niet in Christus zijn. Een radicaal verschil. Christenen zijn geheel anders. En waar we nu naartoe gaan is, hoe ziet die wandel eruit? Hoe ziet die nieuwe mens eruit die te midden van Efeze wandelt, maar in Christus is, die dat nieuwe lichaam is? Hoe ziet dat eruit? Geheel anders. Nou, misschien is het dan een kleine teleurstelling of misschien wel een anticlimax om te vervolgens te zeggen, lieg niet, steel niet, word niet te snel boos, praat netjes. Het zijn allemaal dingen die ik nou niet direct wereldschokkend vind. Die komen nog wel hoor, als we het over het huwelijk gaan hebben en we gaan het hebben over onderdanigheid, dan komen die wereldschokkende dingen vanzelf wel. Maar als ik deze dingen lees, jullie weten misschien, ik ben ongelovig opgevoed. Totaal niks met het geloof in aanraking gekomen tijdens mijn opvoeding. Maar ik heb geleerd dat ik niet mag liegen. Als ongelovige jongen hebben mijn ongelovige ouders mij geleerd dat ik niet mag liegen. Ik heb als ongelovige jongen heb ik geleerd dat ik niet moet stelen en dat ik netjes moet praten, niet moet schelden enzovoort. Dus hoe wereldschokkend is dit nadat hij zo uiteen heeft gezet? Geheel anders, niet zoals die andere heidenen. Compleet anders, een andere levenswandel. En ik hoor dit. We kunnen het idee hebben dat deze dingen normaal zijn, omdat we niet moeten vergeten dat we opgroeien in een cultuur, in een westerse maatschappij die volledig gevormd is door het christendom. Zo'n historicus, Tom Holland, die heeft uiteengezet hoe het christendom van invloed is geweest op onze maatschappij. En hij legt het zo uit. Je bent een goudvis en je zwemt in het water en het water is christendom. Je hebt niet eens in de gaten hoe christelijk je bent. Zelfs als je je niet gelooft, heb je geen idee hoe christelijk je je gedraagt. Omdat de normen, de waarden die je meekrijgt, volledig voortkomen uit het christendom. En deze dingen die we zo normaal vinden, zo fundamenteel en zo zeggen van dit is gewoon goed, dat vindt iedereen goed. Nou, dat is maar heel erg de vraag. Want in ieder geval richt Paulus zich hier als een Jood naar de heidenen en zegt, jullie wandelen anders als de andere heidenen. Dat impliceert dat de dingen die hij zegt over liegen en over stelen en over vuile taal, dat dat daadwerkelijk anders is dan die van hun buren in Efeze. Terwijl hij zegt dat de anderen in Efeze leugen toch normaler vinden dan dat wij dat vinden. Dat ze vuile taal toch normaler vinden dan dat wij dat vinden. En hij zegt dat niet als een Jood tegen een andere Jood over heidenen. Hij zegt dat tegen heidenen.
En Paulus heeft heel wat heidenen ontmoet. Hij weet hoe heidenen zijn. Dus hij legt aan deze mensen in Efeze uit, anders dan zij die wel liegen, die wel vuile taal gebruiken, die wel stelen. En blijkbaar nemen ze dat inderdaad als waarheid aan. En wij vanuit onze context in de vissenkom met het water dat christendom is zeggen, dit is zo vanzelfsprekend. Maar we mogen daar niet van uitgaan. We hebben eigenlijk geen idee hoe een wereld eruit ziet die los is van het christendom. Misschien een klein beetje, doordat wat Paulus hier zegt, dat daadwerkelijk zonder het christendom het leven er echt heel anders uitziet. Maar ook deze vanzelfsprekendheden. Er zijn dingen die 50 jaar geleden nog vanzelfsprekender waren dan dat ze nu zijn. 50 jaar geleden was pornografie absoluut taboe. Nu vind je ze in bushokjes. Toen ik opgroeide, hoefde je maar een beetje een verkeerd woord te zeggen en iemand naast je, die sprak je aan. Als je nu in de supermarkt loopt, hoor je het F-woord gewoon alsof er niks aan de hand is. En niemand zegt er wat van, niemand kijkt op of kijkt om. Die vanzelfsprekendheid die daarin zat, die begint al te slijten. Echtscheiding. Toen ik in de basisschool zat, was er een jongetje die zijn ouders gingen scheiden en iemand moest ons uitleggen wat het was. Iedereen was diep geschokt en wat gaat er nu gebeuren en onvoorstelbaar. Moet je nu naar de gemiddelde schoolklas kijken hoe die eruit ziet. Oftewel, we mogen er niet van uitgaan dat wat we vanzelfsprekend vinden ook vanzelfsprekend is, omdat we er nou eenmaal mee zijn opgegroeid. Deze dingen slijten. En we mogen dus zelf er niet van uitgaan dat dingen die hier onderwezen worden, zoals leugen, taal, stelen, dat dat vanzelfsprekendheden zijn. Want als we ze baseren op wat we vanzelfsprekend vinden, baseren we ze in feite op wat de wereld zegt. En de wereld verschuift heel snel. En daarmee lopen we het risico, dat als we ook maar een klein beetje, weet je nog wat Machiel vorige week zei? Een klein beetje. En een klein beetje. Maar je gaat met de wereld mee. En we zijn geneigd met de wereld mee te gaan. Naarmate deze afstand groter wordt, gaan we vanzelf ook wel een stapje mee. Maar de Bijbel is vast en waarachtig en onveranderlijk. En wat waar is, is waar en is niet afhankelijk van waar de wereld heen verhuist. Dus we zijn inderdaad geheel anders in die zin. En we mogen ervan uitgaan dat we nog steeds meer verder anders worden. Niet omdat wij veranderen, maar omdat de wereld verandert. En we moeten uitkijken dat we niet mee veranderen. Want dingen kunnen zo makkelijk vanuit de wereld hier naar binnen komen. En dus moeten we heel goed weten wat de waarheid is en waarom we dit vinden. Waarom de leugen? Want dat is het grote verschil. Als je naar de wereld kijkt en de wereld zegt liegen is verkeerd. En je stelt de vraag waarom is liegen verkeerd. Dan staan ze snel met hun mond vol tanden. Omdat het namelijk niet is gebaseerd op een waarom, maar op een vanzelfsprekendheid. Het is altijd zo geweest. Maar een waarom doe je zo is altijd gebaseerd op wat denk je dat je bent? Wie denk je dat je bent? Wat is je identiteit? En in die zin is de wereld niet consequent in de zin dat ze zeggen dat we apen zijn. Iets intelligenter, iets beter gekleed, maar in feite apen. Voortkomend uit een evolutie. En wat is een evolutie? Het selecteren op bepaalde kenmerken waardoor je meer kans hebt om te overleven. Oftewel, we zijn er niet op gemaakt om te zorgen dat iedereen het goed heeft. Nee, ik moet ervoor zorgen dat ik overleef. En als de leugen mij daarbij helpt, dan ga ik liegen. En als de stelen daarbij helpt, dan ga ik stelen. Want het gaat niet om jou. Het gaat om mijn voortbestaan, om mijn kinderen, om mijn genen. En dus is liegen op zichzelf niet iets verkeerd. Alleen, het is verkeerd als het mij niet helpt. Stelen is in zichzelf niet verkeerd, want het gaat om het voortbestaan van mijn genen. Dus als je bedenkt hoe de wereld denkt over wie we zijn, dan is het totaal onlogisch om te zeggen dat deze dingen verkeerd zouden zijn. En als je denkt dat het radicaal is wat ik zeg, dit is ook hoe de wereld erover spreekt. De grote denkers uit de 19e eeuw die probeerden uit te leggen wat ethiek en moraliteit is, die zijn ook al in de 19e eeuw tot de conclusie gekomen dat liegen niet per se slecht is.
Want hoe leggen ze uit wat goed is en wat slecht is? Dat wat nuttig is. Als het helpt, dan is het goed. Als het niet werkt, dan is het slecht. Oftewel, als ik ben vreemd gegaan, dan kan ik er maar beter over liegen, want als ik de waarheid vertel, dan worden mensen nog verdrietig ook. Dus het gaat alleen maar om het effect dat het bewerkstelligt. Het is in zichzelf niet goed of fout, het gaat alleen maar om wat het bewerkstelligt. Nietzsche, de man van wie de uitspraak is, God is dood, heeft zelf gezegd dat er totaal geen moraliteit verbonden is aan het woord leugen. Moraliteit is iets wat je zelf invult, je eigen voorkeur. En laat je niet opleggen door de maatschappij wat goed is of wat fout is. Leugen en moraliteit hebben niks met elkaar te maken. Dus er is een logica die erachter zit, die er dus niet onder zit. En dat is het belangrijke als we het hier hebben over een vijftal dingen. Liegen, boos worden, stelen, vuile taal. Dan gaat het erom, hoe kijken we daar als christen naar? Anders dan die andere heidenen. En er zijn drie belangrijke verschillen die een rol spelen. Allereerst, als de wereld het heeft over moraliteit, dan hebben we het over onderdrukken. Dan hebben we het over dingen niet doen. En een gewetensvraag. Als ik je nu vraag om samen te vatten wat er in dit tekstgedeelte staat, hoe vaak komt nu bij je op van ik mag niet liegen, ik mag niet boos worden, ik mag niet stelen en ik mag geen vuile taal gebruiken? Dat is het rijtje wat in je opkomt, toch? Terwijl dat precies datgene is wat wordt gezegd over die oude mens. Niet die dingen doen, maar van de nieuwe mens zegt hij positieve dingen. Spreek de waarheid. Bouw op met je woorden. Geef genade met je woorden. Werk met je eigen handen. Datgene wat de nieuwe mens kenmerkt is niet datgene wat hij niet doet, maar datgene wat hij wel doet. Want wat de wereld doet is het onderdrukken, het repressieve. Terwijl dat wat het christendom is, is het expressieve, namelijk wij drukken Christus uit. Wij laten de wereld zien wie Christus is. Dus het gaat niet zozeer om wat we niet doen. Ja, natuurlijk gaat het ook om wat we niet doen. Maar het gaat om wat we uitdrukken. We drukken uit met onze wandel, met onze levens, drukken wij uit wie Christus is. Het christelijke moraal is niet het onderdrukken, het repressieve, maar het expressieve. We drukken uit wie Christus is. En dat is een heel groot verschil. Het rijtje is niet doe dit niet, doe dit niet, doe dit niet, doe dit niet. Nee, het rijtje is wij doen dit, wij doen dit, wij doen dit. Waarom? Omdat ik de nieuwe mens heb aangetrokken. En die nieuwe mens, wordt wat daarover gezegd, dat de kerk is met een hoofd. En dat is Christus. Het tweede verschil is dat motivatie een rol speelt. Waarom zou ik dit niet mogen doen? Waarom moet ik dat doen? En ik heb al iets verteld over hoe de wereld daarnaar kijkt. Die kijkt ernaar wat is nuttig en wat is niet nuttig. Wat is het gevolg van je daden? En kijk daar ook nog eens een keer naar op een manier die niet heel erg consistent lijkt te zijn. Maar al die redenen komen altijd terug op ik. Want één zinnetje dat de wereld heel goed kan herhalen is: wat u niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Oftewel, ik doe dat niet bij jou, ultiem omdat ik niet wil dat jij dat bij mij doet. We leven in een maatschappij en als iedereen nou het goede doet, dan worden we daar allemaal beter van, ook ik. Want haal je het woordje ik daaruit en gaat het alleen nog maar om de maatschappij, maar word ik er niet beter van? Wat is dan nog mijn motivatie om dat te doen? Het gaat altijd om ik. Ik vertelde al, het gaat over consequenties. Consequenties voor wie? Consequenties voor mij. Als ik vreemd ben gegaan en ik lieg tegen mijn vrouw, dan is dat vooral omdat ik niet wil dat ze boos wordt op mij. De reden dat ik daar zo vrij over durf te praten is dat ik niet vreemd ben gegaan. En ook geen plannen daarvoor heb. En dat is geen leugen.
Maar de motivatie komt altijd terug op ik. En ik kijk nog eventjes terug naar vers 17, of vers 25 tot en met 32. Misschien mag je nog heel eventjes op de beamer. Waar alle dingen staan. Achter ieder ding staat een motivatie en ze hebben allemaal niet met mij te maken. Geen één. Laten we beginnen bij de eerste. Word boos, of nee, sorry, vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Waarom? Wij zijn immers leden van elkaar. Dit verwijst naar het lichaam. Ik lieg niet tegen jou, omdat wij delen zijn van hetzelfde lichaam. Let dus op, hij zegt hier niet, lieg niet tegen niemand. Hij heeft het hier over de context van het lichaam. Hij zegt niet, tegen de rest mag je liegen trouwens. Maar daar gaat het hier niet over. Hij heeft het hier over de context van het lichaam. Hij heeft het hier over dat het raar zou zijn als ik tegen jou lieg, omdat jij en ik onderdeel zijn van hetzelfde lichaam. En dat zou je bijna hetzelfde kunnen opvatten als de wereld, als wij zijn onderdeel van dezelfde organisatie. En als ik jou pijn doe, dan ga jij weg en daar hebben wij nadeel van, omdat jij dan niet jouw bijdrage levert aan deze organisatie. En daar heb ik last van. En dan zijn we weer terug bij ik. Maar dit is echt radicaal anders. Hij heeft het hier niet over een organisatie, hij heeft het hier over een organisme. Hij heeft het hier over een eenheid. Een hand en een andere hand zijn niet zozeer leden van elkaar in de zin van we zijn onderdeel van dezelfde organisatie. Nee, we zijn onderdeel van hetzelfde ik. Voor die Bokum gebruik deze. Als ik naar jou kijk, dan zeg ik niet jij bent van mij, dan zeg ik jij bent mij. Jij bent mij. Jij bent mij. Jij bent mij. Want wij zijn één lichaam met één hoofd. Dus dat gaat veel verder dan welke gevolgen heeft het voor ik. Want er is geen ik. Er is een ik. Er is zelfs geen ons. Er is een ik. Want er is één lichaam. Met één hoofd. Met vele leden. En dus gaat het de context niet eens meer op. Welke gevolgen heeft het voor mij? Want jij bent mij. Dus die motivatie gaat zoveel verder dan dat. En daarom, dit gaat over het lichaam. Word boos, maar zondig niet. Hij zegt niet, word niet boos. Het negatieve is hier, zondig niet. En laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Waarom zou hij zeggen dat we niet boos mogen worden? Als je naar Matteüs 23 gaat, ik heb hem niet op de beamer, geeft ook niet. Maar Matteüs 23 komt Jezus in Jeruzalem aan, doet de tempelreiniging. En hij gaat 2 bladzijden achter elkaar, gaat hij tekeer tegen de rechtsgeleerden en de fariseeërs. En hij zegt, wees schriftgeleerde fariseeërs, huigelaars. Wees schriftgeleerde fariseeërs, huigelaars. Want u eet de huizen van de weduwe op. Voor de schijn bidt u. Wees schriftgeleerde fariseeërs, huigelaars. Jezus kon goed boos worden. Maar het is een rechtvaardige boosheid. Het is geen boosheid die is gericht op ik. Het is geen boosheid op jij kwetst mij. Dit is een boosheid over de rechtvaardigheid en over de heerlijkheid van God. En over de rechtvaardigheid die hij uitspreekt over zijn volk. Wee, blinde leiders, die zegt u heeft gezworen bij de tempel. Dat betekent dan niks. Dwazen, blinden. Dwazen, blinden, huigelaars, schriftgeleerden, fariseeërs, huigelaars, witgekalkte graven. Maar hij heeft nooit heeft hij het over wat ze Jezus hebben aangedaan, maar over de rechtvaardigheid. Dus als wij hier zeggen, word niet boos, nee, er staat, word boos. Als er iets onrechtvaardigs gebeurt, als er iets tegen de wil van God gebeurt, beter word je boos. Maar met een ernstige waarschuwing. Geef de duivel geen plaats. Want in je boosheid, in je emotie kun je dingen zeggen, kun je dingen doen die zondig zijn.
en die de duivel een plaats geven. En let op, dit kun je niet loszien van wat ik net zei, dat we het hebben over het lichaam. Ook hier heeft hij het over het lichaam. Hij heeft het niet over die andere heidenen die niet gelovig zijn. Waarom zou hij tegen een andere heiden zeggen, geef de duivel geen plaats? Volgens Efeze zijn deze onder de heerschappij van de duivel. En wat een zorg mogen we hebben over het lichaam als we ons beseffen dat we de duivel dus een plaats kunnen geven in ons lichaam. Laten we hiervoor behoedzaam zijn. Laten we boos worden over onrechtvaardigheid. Maar laat de zonde niet over ondergaan. Praat het uit, spreek het uit, zondig niet. Want we zijn leden van elkaar. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen. Waarom? Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Dat is onze motivatie. Niet omdat ik wil laten zien hoe hard ik werk en hoe succesvol ik ben en hoe ethisch ik ben en hoe geweldig ik ben. Nee, omdat ik wil delen. Waarom? Omdat jij mij bent. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen en bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Dit is even een moeilijke. Tot nu toe hadden we steeds heel duidelijk een positieve, een negatieve, of andersom, een negatieve positieve en een reden. Hier zien we een negatieve, laat er geen vuile taal uit uw mond komen. Een positieve, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw. En dat laatste stukje, hoort dat daar nu bij? Is dat de motivatie, opdat het genade geeft aan wie het horen? Of is het het volgende? En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Of is dat laatste zinnetje, gaat dat over iets anders, gaat dat over het geheel, gaat dat gedeelte over de Heilige Geest nu specifiek hierover of over alles wat daarvoor is gezegd? Als je de commentaren erover leest, dan ga je alle mogelijke verschillen verklaringen vinden. Ik wil hem zo verklaren. Ten eerste, misschien mag je even in beeld blijven, Gerard, dan kunnen mensen meelezen. We hebben het dus over vers 29 en 30. Ten eerste begint het vers 30 met het woordje en. Wat mij zegt, dat hoort bij elkaar. Ten tweede, laat er geen vuile taal uit uw mond komen. Dat woordje vuile taal, dat kun je vertalen met afbrekende taal, vernietigende taal, verrottende taal. Oftewel, die staat tegenovergesteld aan hetgene wat daarna komt, iets opbouwends. En daarna de Heilige Geest. Maar we hebben dit eerder gehoord. We hebben eerder iets gehoord over de Heilige Geest. En we hebben eerder iets gehoord over opbouwen. En toen ging het in de context van de Heilige Geest. Namelijk in hoofdstuk 2, vers 19 en verder. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners en medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie u ook mede gebouwd wordt, tot een woning van God in de geest. Dus mijn theorie, mijn uitleg is dat vers 30 bedroeft de Heilige Geest van God niet, dus hoort bij datgene daarvoor en wat hij hier zegt, die vuile taal, dat breekt af. Breek het niet af, bouw op. Want dit is het werk van de Heilige Geest, namelijk dat hij het lichaam opbouwt. En nogmaals, we zitten in de context van het lichaam. De Heilige Geest die bouwt op. En dus als je afbreekt met je woorden, als je verdeeldheid brengt met je woorden, als je kleineert met je woorden, pijn doet met je woorden, niet gericht op de opbouw van het lichaam, bedroef je de Heilige Geest. Die gericht is op de opbouw van het lichaam.
Ik wil je hier eventjes gewoon de tijd geven om je hersens hierover te kraken, dat we de Heilige Geest kunnen bedroeven. Ten eerste alleen al dat het idee dat die motivatie waarom we dit zouden moeten doen of niet moeten doen, is weer niet ik. Het is weer niet ik. Het is in dit geval de Heilige Geest, de Geest van God, de Geest van Christus die in ons is. En we kunnen hem bedroeven. God is gisteren en vandaag dezelfde, is onveranderlijk. God is schepper van hemel en aarde en alles wat daarop is, wat daarin is, is schepper van jou en je hele levenswandel. God is de schepper daarvan. Hij is de veroorzaker van alles, maar God wordt niet veranderd door zijn schepping. God wordt niet beïnvloed door zijn schepping, hij is de beïnvloeder. God is onveranderlijk, maar de Heilige Geest die in ons is, wordt bedroefd als we zijn lichaam niet opbouwen, maar afbreken. Mensen kijken soms naar het christendom met het idee van, jij mag dit niet, jij mag dat niet. Regeltjes. Het is zoveel persoonlijker dan dat. Het is de Heilige Geest die in ons woont. Mensen kijken soms naar het christendom en zeggen, jij hebt een boze vader in de hemel die naar je neerkijkt en op het moment dat je iets verkeerds doet, je gaat straffen. Nee, we bedroeven de Heilige Geest die in ons is. Het is zoveel persoonlijker dan alleen maar een boze God vanuit de hemel. Hij woont in jou en je kunt hem bedroeven. Je kan hem bedroeven. De Geest van God. En nogmaals, dit is het lichaam. Vers 31. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Dat is de negatieve, dat is de oude mens. Vers 32. Maar wees ten opzichte van elkaar, we hebben het over het lichaam. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Geen enkele van die motivaties gaan over mij. Geen enkele motivatie daarvan gaat over jou trouwens. Al deze motivaties gaan over mij. Al deze motivaties gaan over mij. Ik had het over drie verschillen waarop de wereld kijkt naar ethiek en moraliteit en hoe wij ernaar kijken. En de eerste die was dat we het niet onderdrukken, maar dat we Christus uitdrukken. De tweede is dat we daadwerkelijk een motivatie hebben voor al deze dingen, waarom het dus ook niet kan veranderen. Want die motivaties blijven hetzelfde. En de derde is dat de wereld denkt dat we regels hebben, acties hebben, dingen die we moeten doen en dingen die we niet moeten doen. En dat we in onze eigen kracht in staat zijn om die dingen te doen en te laten. Doe dit gewoon niet. Gewoon niet. Doe dat wel. Waarom? Doe wel. En dat je het in eigen kracht kan. En dat is precies wat hier niet staat. Hier staat niet dat we het uit eigen kracht kunnen. Nog sterker, hier wordt niet gepraat simpelweg over regeltjes. Ik wil een vraag stellen. Ik begin heel eventjes nog weer terug naar vers 17. Misschien mag je nog weer even in beeld. Vers 17, dit zeg ik dan. En let goed op, want ik wil jullie ergens in meenemen. En het is een gedachtegang die mij 22 keer lezen kostte om daar te komen. En ik verwacht het van jullie in 3 minuten. Dit zeg ik dan en getuige van in de Heere dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. Maar vers 22. Namelijk dat wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronde gaat door misleidende begeerten. Vers 24. En u bekleedt met de nieuwe mens, waar ik steeds over heb, die nieuwe mens, dat lichaam, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dan komt vers 25, 26 tot en met 32 met dingen die we moeten doen. Eén vraag. Al die dingen die ik heb genoemd over niet stelen, werken,
niet liegen, waarheid vertellen. Heb ik het gehad over wandelen of heb ik het gehad over bekleden? Laat hem even zakken. Goede antwoord is denk ik dat je het niet zomaar uit elkaar kan knippen, want hele Efezebrief gaat er nu juist over dat wie we zijn en de wandel zo nauw met elkaar verbonden zijn dat je ze niet los van elkaar kan zien. En toch, kijk naar Colossenzen 3 vers 9, dan staat er een vergelijkbaar vers. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Oftewel, wie je bent en wat je doet is zo nauw met elkaar verbonden. En die nieuwe mens, die bestaat uit wie hij is en uit wat hij doet. Ik heb het nog helemaal niet over wandelen gehad. Pas in hoofdstuk 5 begint hij weer over wandelen. Hoofdstuk 5 begint met wandel in de liefde. Maar hier staat dan tussen staan al deze dingen, maar deze dingen die gaan niet zozeer over wandelen, ze gaan over het bekleden met. Dit gaat niet over het lichaam zijn, dit gaat niet over wat het lichaam doet, dit gaat over het lichaam worden. En ik besef me dat dit heel eventjes moet landen. Dit gaat niet over wat het lichaam doet, dit gaat over hoe we het lichaam worden. Al deze dingen gingen immers over hoe gedraag je ten opzichte van andere leden van hetzelfde lichaam. En voordat een lichaam wandelt, moet het lichaam functioneren. Moet het gezond zijn, moet het werken, moeten dingen onderling moeten zijn. Het is toch raar als ik als oog tegen Erik als voet zeg, er is geen gat. En hij valt. Een lichaam kan niet onderling verdeeld zijn met elkaar. Een lichaam spreekt dus de waarheid tegen elkaar. Dus wat ik zou verwachten vanaf vers 17, is dat hij zou zeggen, wandel niet meer als de andere heidenen. Dat is de oude mens. Dit is de nieuwe mens. Wandel zoals de nieuwe mens. Dit is hoe de nieuwe mens wandelt. Is niet wat hij doet. Hij zegt, wandel niet zoals de heidenen. Dit is de oude mens. Dit is de nieuwe mens. Bekleed u met de nieuwe mens. Dat betekent niet liegen. Niet stelen. Werk met je handen. Geen vuile taal gebruiken. Gebruik wat opbouwt. We zijn bezig met het bekleden van het lichaam. We zijn bezig met het worden van het lichaam. Want het wandelen gaat pas beginnen in hoofdstuk 5. Voordat een lichaam kan wandelen, moet het gezond zijn. Moet het werken. En voor de duidelijkheid. Als je een keuze hebt gemaakt voor Christus en de Heilige Geest woont in je, dan ben je nieuw, dan ben je nieuw gemaakt. Maar we hebben het hier niet over nieuwe mensen, we hebben het hier over een nieuwe mens. En we hebben het dus hier niet over hoe die wandelt, maar hoe die eruit ziet. De moraal van de wereld die zegt, dit is goed, dat is fout, doe dat niet. Maar Paulus zegt hier heel wat anders. Hij zegt, deze dingen moet je doen. Dat is daadwerkelijk wat hij zegt. Maar deze dingen moet je doen omdat ze beschrijven wie je bent. En daarom is het ook niet alleen maar een rijtje zoals de wereld zegt. Doe dit niet. En ervan uitgaande dat je dit zelf kan. Want één grote paradox is dat we ons dus bekleden met deze dingen. Maar wat wordt er gezegd over die bekleding? Vers 24. Misschien mag je nog weer in beeld. Je mag hem ook in beeld laten hoor, want ik ga toch de hele tijd erop terug. Wat wordt er voor bijzonders gezegd in vers 24? Dat we ons bekleden met de nieuwe mens die niet zondigt, die de duivel geen plaats geeft, die de Heilige Geest niet bedroeft, maar opbouwende dingen zegt, die vergeeft en vriendelijk en barmhartig is. Daar bekleden we ons mee. Met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. En dit is de paradox. De dingen die ik moet doen als nieuwe mens, heeft God al geschapen. Ik zeg het nog maar een keer. De dingen die ik moet doen als lichaam van Christus, heeft God al geschapen. Snap jij hem? Hoofdstuk 2 vers 10 van diezelfde Efezebrief zegt,
Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen. En over die goede werken, die God van tevoren al voorbereid heeft. Ja, wie is het nou eigenlijk die hier dingen doet? Filippenzen is ook zo mooi. Ik kan hem niet eens vinden. Er staat, bewerk je eigen zaligheid met vrees en bezen, want het is God die zowel het willen als het werken doet. Wie is het nu die hier dingen moet doen? Ik ben toch een lichaam, ik ben toch een hand, ik word toch geacht dingen te doen. En tegelijkertijd staat er in Efeze 1 dat u bent voorbestemd om heilig en smetteloos voor hem te zijn in de liefde. En hier worden we gezegd hoe dat eruit ziet. Jij moet dingen doen. Terwijl hij het heeft voorbestemd, hij het geschapen heeft, hij het doet, mag jij het doen. Hij heeft die nieuwe mens al geschapen, de kleding is al gemaakt. Jongens, dit gaat zo ver voorbij gewoon moralisme. Dit gaat over de eenheid binnen het lichaam. Dit gaat over wie we zijn in Christus. Dit gaat over wie Christus is in ons, zodat we gaan zijn zoals hij. En zodat we gaan wandelen, zodat de wereld gaat zien wie Christus is. Zodat de wereld gaat zien wat de veelvuldige wijsheid is. Zodat de wereld gaat zien wat de onnaspeurlijke wijsheid is. En zijn onnaspeurlijke rijkdom. Zodat we gaan zijn zoals hij. En het is niet eens een paradox dat God ze geschapen heeft en wij ze gaan doen. Want Jezus is het hoofd van datzelfde lichaam. En wat kan je anders van een lichaam verwachten dat het gaat wandelen zoals het hoofd het wil? Oké, dus hoe bekleed ik me met die nieuwe mens? Mag de eerste sheet nog weer even in beeld. Hoe ga ik dan die nieuwe mens worden als God het beeld al geschapen heeft, de kleding al gemaakt heeft, de daden al heeft, de werken al heeft voorbereid? Wat moet ik doen? Vers 22. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt. Die te gronden gaat door misleidende begeerten. Vers 24. En u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Maar er staat één zinnetje tussen die de brug vormt tussen het oude en het nieuwe. Namelijk dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Het begint bij het denken, want het begint bij het hoofd en het hoofd is Christus. Ik vind het zo mooi hoe het staat in 1 Korinthe 2. Wij denken de gedachten van Christus. Wij richten ons naar wat boven is. Wij richten ons op hem. Wij zien Jezus. Want als wij Jezus zien, dan gaan wij op hem lijken. Nu nog zien we hem in een spiegel, maar we worden veranderd van gedaante naar zijn aangezicht, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wat we ooit zullen zijn als we hem zullen zien, we weten het nog niet, maar we weten één ding. We zullen zijn zoals hij is, want we zullen hem zien zoals hij is. En daarom snap ik ook dat hij in Efeze 1 dat gebed bidt. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Wat de rijkdom is van zijn heerlijkheid. De erfenis in de heilige. Ik snap nu ook waarom hij zegt in hoofdstuk 4 vers 20. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. We moeten hem kennen. Als we hem gaan kennen, dan vult hij onze gedachten. Ik snap ook waarom hij bidt. In hoofdstuk 3 is het, geloof ik. Ja, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader, onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemel en op de aarde wordt genoemd. Omdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest. Door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde geworteld bent en gefundeerd bent. Opdat u namelijk ten volle zou begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden
tot heel de volheid van God. Ik wil me vullen met God. Ik wil me vullen met zijn gedachten, met de kennen van hem. En daarom snap ik ook waarom het zo radicaal moet zijn. Daarom snap ik ook dat ik moet sterven, omdat ik dood was. Hij heeft u levend gemaakt. Er moet zijn zuiverheid. Dan is die hele volheid van God woont in me. Dan word ik van geest vernieuwd en vernieuwd en vernieuwd en bevrijd van het bedrog van de wereld. Ik krijg een vernieuwde geest. Ik krijg nieuwe houdingen, nieuwe gedachten, nieuwe passies, een nieuwe wil. Een wil om deze dingen te doen. En ze bekleden me met gerechtigheid. Met heiligheid. En ik word een nieuwe persoon. En die nieuwe persoon is waarlijk een schepping van God. Een schepping van God zelf. En hem nu die mijn macht is te doen. Boven alles wat we bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werken is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Vader, ik dank u zo voor het wonder van de schepping. Heer, dat het zoveel hoger is als dat ik zou durven denken, dromen, verwachten, bidden. Heer, uw gedachten zijn zoveel hoger. Heer, u maakt ons waarlijk één. U maakt ons waarlijk één. Leden van elkaar. Heer, een wonder boven wonder. Leden van u, want u bent het hoofd. Vanuit u groeit het lichaam en alleen vanuit u kan het groeien. Want alleen u kon ons geven wat we nodig hebben. Heer, en wat we nodig hebben bent u. Om u te kennen. En de kracht van uw opstanding. En het gemeenschap aan u leiden. Heer, geef het ons maar allemaal. Opdat we u mogen kennen, u mogen zien, u mogen ontdekken, mogen weten hoe hoog het is, hoe diep het is, hoe breed het is. Heer, ik wil u kennen, ik wil u zien. Heer, ik wil uw gedachten denken. Geef me door uw genade, Heer, dat in mijn geest uw gedachten zijn. Geef het uit uw genade dat we elkaar ook echt zo mogen gaan ontdekken, zo mogen zien. Als leden van elkaar. Als delen van datzelfde lichaam. Jood en heide. En één hoofd, Jezus Christus zelf. Heer, opdat het mag gaan wandelen. En opdat ook deze wereld mag zien wie u bent. In alles wat ik doe. In alles wat ik zeg. En in alles wat ik denk. Heer, en u zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Heer, laat mij zo uw gemeente zegenen. Heer, gemeente, willen jullie gaan staan en laat me jullie de zegen geven. De zegen van de genade van die heerlijke Heer. Die zo dichtbij is dat ik deel van hem ben. Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap, waarvan we pas beginnen te begrijpen wat die inhoudt. De gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie. Totdat hij terugkomt. Amen. Amen. Ik ga nog een slotlied zingen, denk ik. Dus jullie mogen allemaal blijven staan.